Goedenavond en welkom bij deze digitale introductie, opening van de Jozef Israëls tentoonstelling in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis. Mijn naam is Milou van den Berg, ik ben projectleider van deze tentoonstelling. En ja, zoals ik al zei, ik heet u graag welkom. Het is een beetje ja, nog steeds onwennig om het op deze manier te doen. En we hopen natuurlijk allemaal dat vrij snel het weer open mag en dat u deze prachtige gravures in persoon mag komen bekijken. Maar voor nu doen we het nog even digitaal. Allereerst, ja, zoals u misschien al een beetje kan zien, ziet u al een deel van de gravures die hier hangen. Deze 50-tal gravures zijn in 1904 uitgegeven door de uitgeverij E&M Cohen. Deze twee broers waren bekenden van de kunstenaar Jozef Israëls. Deze gravures werden uitgegeven voor zijn 80ste verjaardag. En ja, nu hangen ze hier. En dat met dank aan de heer Chris van Wiel. Chris van Wiel is een nazaat van Jozef Israëls bedovergrootvader. En hij komt uit Den Haag. Hij is huisarts geweest in Rotterdam. En vanaf 1985 werd hij hoogleraar en huisartsgeneeskunde aan de Radboud Universiteit. En nou ja, zoals ik al zei, hij heeft dus van huis uit al een flinke connectie met de beeldende kunsten. En dus ook met Jozef en Isaac Israëls. In 2006 heeft hij een tentoonstelling mede georganiseerd bij het Valkhof Museum over een schetsboek van Isaac Israëls. En in 2019 heeft hij in samenwerking met de synagoge in Groningen aan de Volkingestraat een tentoonstelling met dezezelfde gravures georganiseerd. Daarbij is hij ook nog een secretaris van de stichting Jozef en Isaac Israëls, dus hij weet er erg veel van. Dus dat is een beetje de introductie. Nou geef ik graag het woord aan mijn collega Marit. Goedenavond allemaal. Voor een aantal van jullie zou ik een bekend gezicht zijn. Dit is namelijk ook een hele speciale uitgave van de KKN-lezing. En dat is natuurlijk niet zomaar. Allereerst natuurlijk omdat het geweldig kunsthistorisch is en we jullie heel graag deze tentoonstelling willen laten zien. Maar ook omdat de tweede spreker van vanavond een oud bestuurslid is van de kunsthistorische kring Nijmegen. Mirska Jansen was student hier in Nijmegen aan de Radboud Universiteit, is zelfstandig kunsthistorica en heeft deze tentoonstelling samen met het huis in elkaar gezet. En daar zijn wij natuurlijk ook ontzettend trots op. Dus daarom hebben we dit keer toch eventjes de universiteit verruild voor deze prachtige kapel en voor deze prachtige tentoonstelling. Om hier naar Jozef Israëls te kunnen kijken. Ik denk dat wij zo gaan beginnen. Dan geef ik het woord aan de heer Chris van Wiel. Daarvoor ga ik nog even een paar huishoudelijke mededelingen geven. U staat allemaal op mute in deze Zoom. En dat komt omdat we hem ook aan het opnemen zijn, zodat we hem later terug kunnen kijken op YouTube onder andere. Daarom hoeft u ook niet uw microfoon uw camera aan te doen als u wilt. U kunt gewoon lekker luisteren naar ons vanavond. Mocht u het niet fijn vinden om op camera te komen, zet dan inderdaad de camera uit of verlaat de Zoom. Maar we gaan er echt voor zorgen dat u niet in beeld komt. Als u vragen heeft aan de sprekers of aan ons, dan kunt u die achterlaten in de chat. U kunt deze niet aan het eind van de lezing zelf stellen. Deze moeten echt in de chat achtergelaten worden. En dan zullen wij ze voor u stellen. Bedank ik in ieder geval nog even het huis heel erg dat wij hier vanavond mogen zijn. En dan geef ik nu het woord aan de heer Chris van Wiel. Hartelijk dank. Dames en heren, 50-maal Jozef Israëls, hier via fotogravures in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis. En ik wil graag uitleggen hoe deze tentoonstelling tot stand is gekomen, waar die vandaan komt, maar vooral ook waarom de Groninger Jozef Israëls fameus geworden door Den Haag en de Haagse school, wat die met Nijmegen van doen heeft. Als ik dan naar de volgende dia mag. De tentoonstelling is gebaseerd
op een map. Is al gezegd, de map is uitgegeven in 1904. En door Jozef Israëls en zijn kunst en was voorzien van inleidingen. Een map met daarmee geschiedenis, die ook een plaats in de geschiedenis had. Gebaseerd ook op, dat is ook al onthuld, een familiegeschiedenis. En daarvoor wil ik dan graag door naar de volgende dia, waarin u centraal ziet Jozef Israëls, de persoon om wie het gaat. Fameus in zijn tijd, 1904. Ik denk dat dat zo'n beetje het moment was dat hij op het toppunt van zijn roem was. De decennia daarna werd hij wat dat betreft overvleugeld door de zoon, door Isaac, die denk ik zeker vandaag de dag fameuzer is. Maar nog een derde persoon speelt in die familiegeschiedenis een rol, dat is dochter Mathilde. Minder bekend, maar ten onrechte. En zeker belangrijk, dat was mijn overgrootmoeder. De directe link naar alle nazaten van Jozef Israëls. Dat geldt voor mij, mijn broer, mijn neven, mijn achternicht en achterneven en hun nazaten. En we zijn verenigd in de Stichting Erfgoed Jozef en Isaac Israëls. De tentoonstelling deed recht aan de geboorteplaats van Jozef Israëls, Groningen, en kwam voort uit dat ik een keer op zoek naar de wortels van Jozef langs de synagoge in de Volkingenstraat liep, de mooie synagoge die u op het beeld ook hebt, en mij verstoutte om daar de vraag te stellen of men wel eens een keer iets met Jozef Israëls had gehad. Dat kwam erop neer dat ik vervolgens de synagoge uitging met de opdracht om dan maar iets voor Jozef Israëls te doen. Dat was de tentoonstelling die in 2019 werd georganiseerd. En ik wil graag van deze plaats gebruik maken om de medewerkers van de synagoge in Groningen, en in bijzonder Geert Volders en Marcel Wiegers, om die heel hartelijk te danken voor de manier waarop zij met de gravures, de geweldig zorgvuldige manier waarop ze die hebben ingelijst. En zij konden niet bevroeden dat nadat de tentoonstelling in eind 2019 was ontmanteld, dat ze vervolgens de gravures 2 jaar in lockdown in huis mochten hebben. En ook dank voor de zorg die daaraan is besteed. De familierelatie. En in de volgende dia ziet u het gezin Jozef en Aleida Israëls met hun dochter en met hun oudste 2 kinderen. Het jongetje voor zijn grootvader, dat is mijn grootvader, en bij grootmoeder op schoot is mijn oud-tante Aleid. 50 maal Israëls. En mag ik de volgende dia? Een map met fotografures, voorzien van een voorwoord van Jozef, een inleidende tekst van Jan Vet en met reproducties van 50 van zijn werken, een bloemlezing uit zijn hele oeuvre, maar ook een heel aardig beeldgevend wat in 1904 de provenance was, waar waren die werken, waar waren ze in die tijd. En het geeft daarmee ook een mooi beeld van het atelier van Jozef, wat natuurlijk een woonhuis was, een werkplaats, maar het was zeker ook een plek waar werd gehandeld. Daar kom ik ook nog zo meteen op terug. Maar dan, waarom in Nijmegen? En als ik de volgende dia mag. Het initiatief voor de uitgave van deze map werd genomen door de Nijmeegse uitgeverij, de gebroeders E. en M. Cohen. Met die map huldigde zij Jozef Israëls ter gelegenheid van zijn 80ste verjaardag. Het was een hele bijzondere
uitgeverij. De volgende dia geeft een klein stukje van de geschiedenis. Het kwam voort uit een van de eerste openbare commerciële leesbibliotheken. Typisch voorbeeld in het begin van de 19e eeuw. Mogelijkheden voor mensen met een kleine beurs om toch aan het lezen te komen. En de grondlegger daarvan, Godert G.C.L. Cohen, had daar hier op Steenworp, hier vandaan, op de Ganzenheuvel, dat bedrijf gevestigd. Vervolgens ging het naar de Grote Straat, ook hier heel dichtbij. En het bedrijf werd overgenomen door zijn zoons, G.C.L. en Martin, die de zaak uitbreiden. Ook een vestiging in Arnhem, zelfs later ook nog in Amsterdam. En vanaf 1878 zich ook met uitgeven van boeken gingen bezighouden. Allerlei boeken. Dus liggen hier in de vitrines prachtige voorbeelden daarvan. Ook werk van Jozef Israels. En dat was eigenlijk de basis, want er ontstond een vriendschap tussen, ik denk dat dat Egeziel was, en Jozef. En vanuit die vriendschap werd dus dat initiatief genomen om bij de 80ste verjaardag van Jozef deze map uit te geven. Het is ook heel mooi dat we met het voorbereiden van deze tentoonstelling ook weer een link naar deze uitgeverij hebben weten te leggen. En zeer veel dank aan de nazaat van Egeziel en Martin Cohen, de heer Hans Cohen, die ons zeer welwillend heeft bijgestaan met het beschikbaar stellen van materiaal. En het is heel mooi dat je dat dus doet in zo'n, hier in de Nijmeegse context te organiseren, tentoonstelling. De map had dus een betekenis, en dan gaan we naar de volgende dia. Je zou kunnen zeggen dat was de context van de 80ste verjaardag van Jozef Israels. En in die tijd, het is wel interessant als je in het onderzoek daarnaar doet, dan blijkt dat 70 jaar was een heel belangrijk moment. Zo eind van de 19e eeuw, eerste decennia van de 20e eeuw, als iemand 70 werd, dat werd niet alleen in de privésfeer, maar dat werd, als het belangrijke mensen waren, ook heel nadrukkelijk publiekelijk gevierd. Dat was ook de bedoeling geweest. 27 januari 1894 was ook voorbestemd om het 70ste verjaardag van Jozef te vieren. Alleen kort daarvoor overleed zijn vrouw en dat maakte het moeilijk om die viering door te laten gaan. En dat betekende dat 27 januari 1904, 80 jaar, het moment was om dat goed te maken. Dat werd georganiseerd door Jozefs vriend Mesdag, de schilder Mesdag, ook Groningen, ook Haagse school, mensen die een hele lange carrière samen hadden. En die hadden ze ook het, wat hier op de dia staat, het Poelgri-studio, de belangrijke bijeenkomstplek voor schilders vanaf die tijd in Den Haag, op de Voorhout in Den Haag. Jozef was voorzitter van Poelgri-studio geweest, Mesdag was dat geweest en die 80ste verjaardag werd daar gevierd. Het startpunt was dat de dag tevoren de map werd aangemoden. En op de 27ste werd Jozef door Mesdag naar de bijeenkomst in Poelgri-studio geleid. Er is een uitvoerige krantenberichten daarover. Het is een soort nationale feestdag, lijkt het wel te zijn geweest, wat er aan berichten over is geweest. Een aardig incident was dat voordat het eigenlijk goed en wel kon beginnen, werd de bijeenkomst al vertraagd, want wat was het geval? De minister-president Kuiper, die zou die middag aanwezig zijn en iets zeggen, maar Kuiper moest onverwacht naar de Eerste Kamer, waar zijn kabinet geen meerderheid had, dus hij moest politiek werk doen. Kon nog net even langskomen bij Poelgri-studio om 11 uur, toen Jozef daar arriveerde, kwam hij ook. En u ziet daar de deur. Ik heb begrepen dat die 27 januari was een steenkoude dag, direct achter de deur. In het halletje werd Jozef door de minister-president benoemd tot
officier in de Nederlandse Leeuw. Een grote, belangrijke onderscheiding. En daarna was er een geweldige bijeenkomst. Er waren bij diverse kunsthandels ook allerlei tentoonstellingen van Jozef. Het werd zeer breed gevierd. Wie was Jozef? Kort samengevat in de volgende dia. Zoals gezegd, hij was Groninger. En hij is typisch, en dat geldt eigenlijk ook voor de geschiedenis van de uitgever, een kind van zijn tijd, kort na de gelijkstaat, waarin voor de Joodse gemeenschap eigenlijk de hele wereld gewoon open ging, beroepskeuzes mogelijk waren die voordien helemaal niet aan de orde waren. En zo koos Jozef ervoor om schilder te worden. Dat bracht hem eerst vanuit Groningen naar Amsterdam. Dat was een geweldige overgang. En vervolgens, en dat kwam omdat hij werk van Ari Scheffer had gezien, besloot hij dat hij naar Parijs wilde. Nou, dat was een nog veel grotere overgang. En vanaf dat moment, ja, dat tekende eigenlijk verder zijn leven. Hij kon daarmee zich ontwikkelen van de voorbestemming die hij in Amsterdam had gekregen voor historisch schilder. Dat hij aansluiting had bij Barbizon en de ontwikkelingen in Frankrijk, wat de basis van de Haagse school was. Mensen die het dagelijkse leven, in het bijzondere dagelijkse leven in terreinen die niet direct in de grote steden te zien waren, gingen verbeelden. Dat is in de tentoonstelling en daar zullen we zo meteen als we er langs lopen, denk ik ook nog wat verder op terugkomen. Vanaf dat moment, hij ging eigenlijk ieder jaar naar de Salon in Parijs. Hij nam deel met grote regelmaat aan de Biennale in Venetië. En daarmee werd eigenlijk Europa ook zijn werkterrein. Ook een Joodse schilder, maar dat Joods zijn is eigenlijk iets wat pas in de loop van zijn leven, in de latere tijd, aan de orde komt. Dat heeft iets te maken ook met het toen tot stand komende Zionisme, waar hij bij betrokken was, maar dat was niet de hoofdmoot van waar hij zich mee bezig hield. Waar hield hij zich wel mee bezig? De 50 gravures en de volgende dia, die geven dus een overzicht van zijn loopbaan. Dat begint met de historische stukken en de grote romantiek, waar hij in het atelier bij Kruseman in Amsterdam mee werd opgeleid. Maar vooral daarna de Haagse school, de ontdekkingstocht van het leven van mensen in de natuur, de realiteit van met name vissers, boeren. Bij die 80ste verjaardag, toen hij werd toegesproken, werd hij ook benoemd als de schilder die het leven van vissers, van tobbers, van zwoegers in beeld bracht. En zoals gezegd, dus die Joodse thema's, dat is eigenlijk meer het eind van zijn carrière geweest. Laten we een aantal van de werken eens langslopen en als eerste op de volgende dia, ja, ik zou haast zeggen het iconisch romantische langs moedersgraf. De dood was nooit ver weg en was het zeker niet in het werk van Jozef Israëls. Het was ook een hele belangrijke, dit schilderij, want dit kwam voort uit een van zijn ontdekkingstochten. Hij kwam op een gegeven moment in Zandvoort. Hij heeft eigenlijk al die dorpen, vissersdorpen, ook boerendorpen, waar op een gegeven moment kunstenaars zich hebben gevestigd. Hij was altijd een van de eersten die dat bezocht, die dat identificeerde. En langs moeders graf kwam uit zijn eerste verblijf in Zandvoort. Iconisch, in het museum in Groningen hangt dit. En wie Groningen kent, weet dat ook op de Herenplein. Niet alleen een schilderij, maar ook zelfs een beeld staat van dit schilderij. Helemaal verbonden met zijn eerste jaren. Het leven van boeren, het leven van vissers komt nadrukkelijk aan de orde. En de volgende is typisch zo'n voorbeeld van een boerenmaaltijd. Strijd om het bestaan, mensen die het niet breed hadden, die zwoegden, die topden. Het erg van het eten is daarbij vaak een punt.
Of om dan in de volgende dia nog iets verder te gaan, de dood. Iedere keer weer toch ook die verdrukking van dat onvoorspelbare leven. Het schilderij Niets meer. De man die op het sterfbed van zijn vrouw zit. Een typisch tot die eerste periode van Jozef behorend werk. De ouderdom, dood en de ouderdom, en dat zien we in het volgende. Als men oud wordt, hebben we dan een heel mooie verbeelding van de oude vrouw die zich nog warmt aan het vuur. In de loop van de tijd werd zijn werk ook wel wat lichter. Bijvoorbeeld de Joodse bruiloft. En dan komen we dus aan de tijd van zijn, waar ook de Joodse thematiek in terugkomt. Gebaseerd op ja, niet de door hem erg beleden godsdienst, maar wel de beleden connectie met de Joodse cultuur en de Joodse gewoonten kwamen in dit schilderij naar voren. Daarnaast was hij portretist, hele series portretten gemaakt, onder andere, zoals in de volgende, het portret van Thorbecke, wat in de Leidse Universiteit hangt. En nogmaals een uitstapje naar Katwijk, zoals we dat in het volgende kunnen zien. De naaischool in Katwijk, waar meisjes onderwijs kregen in het naaien en wat door hem werd opgetekend. Ook hier in de serie is het, ja, ik zou zeggen, een heel mooi omlijst ook met de paraphernalia van die wij uit het museum hier uit Nijmegen hebben mogen krijgen van de gebedsrollen. Dat is de Joodse wetschrijver. Daar komen we denk ik zo meteen nog even op terug, want daar is een heel aardig verhaal aan verbonden, hoe dat tot stand is gekomen. En dat is dus die thematiek die eigenlijk terugkwam in een tijd dat, waar de integratie in Noordwest-Europa heel succesvol was geweest voor Joden, was er centraal in Europa, juist in de loop van de 19e eeuw, heel veel verdrukking, pogroms en wat het idee van een veilig thuisland voor Joden zeer actueel maakte, dat was de confrontatie met het sionisme. Daarin, in diezelfde tijd, komen dus die beelden, zoals ook de volgende, de zoon van het oude volk, aan de orde. Werken, 50 werken, uit 1904 vastgelegd. En op het moment, en dan als we naar de volgende dia gaan, waar waren die werken? Nou, er waren er een aantal die nog in de vroege fase bevonden, die bij de kunsthandel verkeerden. Een aantal in musea. Niet zozeer in musea in Nederland, maar vooral in het buitenland en daarin Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Of bij particuliere verzamelaars. En wederom natuurlijk ook wel in Nederland, maar heel veel in het buitenland. En wederom de Verenigde Staten en de Groot-Brittannië waren daar bij uitstek de afnemers van geweest. En het is heel interessant om te zien dat bij de samenstelling van de map de uitgever in staat is geweest om in 1904 deze werken, die dus heel ver weg van Nijmegen waren, om die te kunnen bereiken, om daar de uitgave mee te doen. Ja, waar zijn ze sindsdien? Nou, de meeste, voor zover ze zijn, zijn museaal ondergebracht. En meer op dit moment, denk ik, zijn ze dan in depot en niet zozeer op zaal, maar er is toch zeker ook wel weer sprake met een herwaardering. Dat zie je ook wel weer in de kunsthandel. Zoals gezegd, het is niet alleen een beeld van wat hij produceerde, maar ook van wat het atelier als centrum betekende. Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor zijn vrouw, Aleida,
Je had kunnen zeggen dat hij een soort managing director van het atelier was. Want het was niet alleen een plek waar werd gewerkt, het was ook een plek waar werd afspraken werden gemaakt, waar werd gehandeld. Het volgende plaatje geeft nog even een beeld. Dat kon ik niet nalaten om die mee te nemen. Dat is het, een beeld van de pal op de Koninginnegracht voor het woonhuis annex atelier. En het jongetje wat daar vanuit school komt aangelopen, dat is mijn grootvader. Die moet in 1893 zijn geweest, op weg was naar zijn grootouders. En over die wat er zich in dat atelier afspeelde, is het wel heel aardig dat die begeleidende tekst van Jan Vet, om daar nog eens naar te kijken. En in de volgende dia, dan komen we even terug op dat schilderij van die man op het sterfbed. Wat Jan Vet, die Jozef goed kende en die daarmee ook in die tekst ook wat aangeeft, wat hij zelf heeft gezien, hoe het toeging. Jozef was een langzame werker die heel vaak de concepten van zijn schilderij opnieuw doorwerkte. Dat geldt ook voor dit schilderij. Hiervan wordt verteld dat aanvankelijk er ook nog een jongetje op dat sterfbed heeft gezeten. Die heeft hij vervolgens weer weggewerkt. Heeft er heel lang mee gestoeid. Het is ook heel lang moeilijk verkoopbaar geweest. En dat langzame werken, dat kent ook een aardige anekdote. Ik zei al, Jozef werkte, zijn vrouw was de managing director. En als die nou vond dat een schilderij op een gegeven moment toch naar degene moest die het had besteld of die het had gekocht en het allemaal te lang duurde. Het verhaal gaat dat zij dan een transporteur belde of liet komen. En dan kwam er een sterke man en die pakte zo'n schilderij wat weg moest van de ezel en droeg het naar de kar en werd dan niet zelden nog door Jozef begeleid tot aan de deur, die nog met zijn penseel zo her en der het werk afmaakte. Het volgende schilderij heeft ook zoiets van die lange geschiedenis. Dat is de naaischool in Katwijk, zoals Jan Vet dat in de map beschrijft. Dat is dan een schilderij wat hij vrij snel heeft geschilderd. En wat hij ook vrij snel daarna heeft weten te verkopen. Hij heeft het op de Salon in Parijs verkocht. En er is een mooie koppelverkoop met het vorige schilderij geweest, wat hij lange tijd niet kon verkopen, maar wat daar toch waar hij daar toch in is geslaagd om dat te verkopen. Maar van die naaischool is bekend dat hij dat heeft geschilderd, 1881. Maar eigenlijk dat hele beeld van hoe die meisjes daar in die school zaten, vele jaren eerder al had opgetekend. Hij staat ook geschreven, hij had het 25 jaar tevoren opgetekend. En dan zie je ook dat een heel lang verwerkingsproces is geweest voordat het uiteindelijk op het doek stond. Nou, wat, om nog even weer terug te keren naar de map in de volgende dia. Wat betekende dat nou voor Jozef? Ook dat is uit het met name zijn voorwoord heel aardig geworden. Die map die is met heel veel zorg voorbereid. Dat kunt u hier ook in de vitrine zien, zodra u de tentoonstelling kan bezoeken. Er is een speciaal letter voor ontworpen. Er zijn speciale platen om het te maken voor besteld. En Jozef heeft gerapporteerd wat dat voor hem betekende, de confrontatie met die werken toen die map werd uitgegeven. Ik moet ons natuurlijk even verplaatsen in een tijd, voor ons misschien moeilijk voor te stellen, dat als een schilderij was geschilderd en het was verkocht, dan was het uit beeld. En dan was het heel moeilijk, zeker als dat 30 jaar eerder was geweest, om je daar nog een goede voorstelling van te maken. Dat kennen we natuurlijk nu niet, want alles is reproduceerbaar. Dit komt uit de hele eerste tijd dat reproducties van kunst mogelijk waren. En dat gebeurde dus ook met Jozef. En hij begint eigenlijk met te zeggen van, haast verontschuldigend,
Nadat hij al die schilderijen dus mooi had gezocht, uitgezocht en ze allemaal gecontroleerd had. In een reflectie daarop, en dat de volgende dia, haast verontschuldigend dat hij daar zoveel plezier aan had beleefd. Hij noemt dat ook auteursijdelheid. Verontschuldigend, maar ook wel weer aangevend hoe ingenomen hij was met die confrontatie. En dat had ook heel erg, klonk erin door een verbazing over hoe levensecht die reproducties waren voor het schilderij wat hij had gemaakt. Het was ook voor hem een bevestiging dat wat hem nogal eens was voorgehouden, is de tijd van de eerste fotografie van schilderijen. En men had altijd gezegd, blijkbaar, van jouw werk leent zich niet zo erg goed voor reproduceren. Nou, dat werd eigenlijk gelogenstraft. Want hij kon in die confrontatie ook weer helemaal terughalen welke worstelingen hij had gehad. Bijvoorbeeld met zo'n schilderij waar hij het concept van een jongetje wel, een jongetje niet op het sterfbed, hoe die daar over had getopt, mee had geworsteld en hoe dat dan allemaal mooi tot een eind was gekomen. Dan in de volgende dia nog even terug naar die Joodse voorstellingen. Dat was dus niet een kern van zijn hele oeuvre, maar wel iets van de laatste fase. En dat is allemaal verbonden. We zullen daar zo meteen nog even op terugkomen met een reis naar Spanje. Het boek staat hier ook in de vitrine. Het boek wat hij daarover heeft geschreven. En een aantal van die werken is ontstaan doordat hij tijdens zo'n reis werd geconfronteerd met een stuk van het leven, ja, wat hij eigenlijk van huis uit kende en daar weer terugvond. Ter afronding nog twee punten over de epiloog, als ik naar de volgende mag. 1904 was dus een heel belangrijk moment voor Jozef, waarin hij werd geëerd. Dit eerbetoon van deze map, dat is een hele belangrijke geweest. Het was daarmee nog niet voorbij. In 1910, dat was het jaar voordat hij overleed, werd hij geëerd met een eregalerij tijdens de Biennale in Venetië. Daarvoor had de schilder Silke werk geselecteerd. Uitsluitend werk wat in Nederland te lenen was. Het waren 38 werken en 11 daarvan waren ook onderdeel van deze map en zijn hier ook te zien. Waarmee toch wel aangetoond is dat dit ook door de kunstkenners als belangrijke representant van zijn werk was. En ik begon met de geschiedenis en die hangt samen met de familie en dat is misschien dan ook om het af te sluiten. Die map heeft toch ook nog een rol gespeeld, dus niet alleen in familiebezit, maar die heeft ook nog in het beheer van het erfgoed een rol gespeeld. En daarin heeft mijn overgrootmoeder een belangrijke rol gespeeld, een rol die nog niet heel erg is gedocumenteerd. Die heel sterk verbonden wordt met het beheer van het erfgoed van haar broer, van Isaac, die in 1934 plotseling overleed en toen al zijn nalatenschap vroeg om iemand die dat beheerde. Dat heeft zij voortvarend en met heel veel zorg gedaan. Schenking aan musea, tot stand brengen van een familiebezit, een verkoop. Maar Mathilde heeft zich ook heel nadrukkelijk daarbij bezig gehouden met het onderbrengen van het werk van Jozef. En het is heel aardig, daarin is ook een exemplaar van deze map onderdeel. Dat heeft zij in 1935 geschonken aan het museum Willet Holthuizen in Amsterdam. Nou, daarmee is eigenlijk een heel stuk van de geschiedenis rond. Een geschiedenis waarvan ik hoop dat u te zijner tijd de mogelijkheid hebt om te genieten van deze hier prachtig opgestelde tentoonstelling. Dank u wel. Ik kom even. Ja, je mag. Mocht u vragen hebben, dan kunt u die achterlaten in de chat. Dan lees ik ze direct.
voor de heer, aan de heer Van Wiel en dan kan hij ze beantwoorden. Mocht u een vraag hebben, dan tik ze snel nu in de chat. Dan gaan we ze voor u beantwoorden. Ik krijg van mijn collega's door dat er nog geen vragen zijn. Dus ik ga alvast even beginnen met het introduceren van de volgende spreker. En eerst natuurlijk de heer Van Wiel van harte bedanken. Ontzettend bedankt voor uw verhaal over de prenten en over uw familiegeschiedenis. Ontzettend bedankt. Dan ga ik snel hier staan. Dan kunt u langslopen. Even kijken. Er is een vraag binnengekomen. Of u iets meer kunt vertellen over de zoon van het oude volk. Dus dan laat ik deze hier liggen en dan loop ik. Ja, iets meer over vertellen. Nou, nee, eigenlijk niet anders dan dat ik weet dat het is gemaakt. Dat het dus ook een van die latere werken is. Dat het een schilderij is wat ook heel erg, in zoverre wel heel, heel mooi is, dat het toch in hele lichte tinten is gemaakt, dus veel toegankelijker dan veel van die echte romantische werken. Ik heb daar geen heel specifieke verhaal bij. Ik denk dat het iets is zoals dat zo vaak was, dat hij ergens een beeld vond van een persoon, van een, zeg maar een context, een uitdragerswinkel. En dat hij dat op een gegeven moment, en hij construeerde ze vaak van verschillende indrukken in één schilderij. Dat zal hier vast ook zijn gebeurd. Maar ik heb daar geen harde, verdere details. Ja, en als u het schilderij, de gravure wilt zien, dan moet u natuurlijk naar de tentoonstelling komen. Dan kunt u heel goed zien wat erop te zien is. Er komt nog een vraag binnen. Even kijken. Er kwam nog een vraag binnen. Nog twee vragen komen er binnen. Ik krijg ook even de telefoon van mijn collega. De vraag is, hartelijk dank voor uw lezing uiteraard. Ik zie een direct verband tussen het werk van de Joodse wetschrijver. Het doet namelijk sterk denken aan het werk van Rembrandt van Rijn. Is dat u bekend? Nou, het spel van licht en donker is natuurlijk heel, heel, heel kenmerkend voor Rembrandt. Dus, in zijn tijd werd Jozef ook wel erg vergeleken met Rembrandt. Dat hield denk ik ook samen met dat er toen ook een herkenning van Rembrandt had opgetreden. Die eigenlijk begin van de 19e eeuw nagenoeg vergeten was als kunstenaar. Dat is natuurlijk een, ja, ik weet niet precies of dat nou, hoe realistisch dat was. Het spel van licht en donker, dat zeer zeker. Het had denk ik ook iets te maken met het, zeg maar, een soort nationalisme in Nederland. Het jonge koninkrijk, dat had behoefte aan een geschiedenis. Die moest vooral niks met de 18e eeuw te maken hebben en alles met de 17e eeuw. Dus Rembrandt werd daarin gauw een belangrijke persoon. En dan was daar een van de eerste grote Nederlandse schilders die ook internationaal wat voorstelde. Ik denk dat het heel veel, ja, hems ondanks is gebeurd. Ik weet ook niet precies wat hij daar zelf van vond, hoe reëel dat was. Ik denk dat je hem als schilder op zijn eigen merites en niet als een tweede Rembrandt of wat dan ook moet zien. Er was nog een vraag binnengekomen over of er nog andere leraren waren van Jozef Israëls. Ja, uit een hele serie, maar met name in Parijs heeft hij op het atelier van Corot volgens mij gewerkt. Cruzeman in Amsterdam was een heel belangrijke. En daaraan voorafgaand had hij een hele leerschool bij Pictura in Groningen gehad. Er zijn diverse leraren geweest. Wie daar nou de belangrijkste in was, in zijn verhalen erover, heeft hij het altijd over Cruzeman gehad. Dat was eigenlijk toch de vormende
die hem echt dat zelfvertrouwen gaf, dat hij het aandurfde om naar Parijs te gaan. Dat hij het aandurfde om zijn hart te volgen. Oké, heel erg bedankt. Er was nog een vraag. Ja, we laten u niet zomaar gaan. De vraag was hoe de collectie van SGL's de Duitse bezetting heeft doorstaan. Ja, hoe is dat? Daar heeft mijn overgrootmoeder een belangrijke rol in gespeeld. Die heeft in 1938, wat ze nog in de familie had, heeft zij ondergebracht bij een kunsthandel. En na de oorlog, zij is in de oorlog, op het eind van de oorlog overleden. Dus het is niet helemaal duidelijk. Niemand heeft echt kunnen controleren, één op één. Maar eigenlijk het volledige bezit is na de oorlog daarmee teruggekomen. Ze heeft denk ik een hele levensverhaal, wat ik zo langzamerhand begin te doorgronden. Had zij een zeer uitgesproken idee in wat er te wachten stond. En ze was daar in 1938... toen ze ook overigens wat schenkingen heeft gedaan voor fondswerving voor slachtoffers van de Kristallnacht, dus de vluchtelingen naar Nederland, Joodse vluchtelingen uit Duitsland. Zij had weinig illusies over wat er te wachten stond en heeft zich daar heel erg op voorbereid. En aan de gelukkige kant van de geschiedenis geëindigd wat betreft het bezit. Zij zelf is gedeporteerd geweest naar Theresienstadt en is van daaruit in Zwitserland terechtgekomen en daar overleden. Nou, dan ga ik u nog ontzettend bedanken. Dit waren de laatste vragen. Heel erg bedankt. Dan gaan we nu door naar het tweede deel van de avond, namelijk de lezing van Mariska Jansen. Zij zal u meer gaan vertellen. Zij heeft hier de tentoonstelling gemaakt, de teksten geschreven, de groeperingen gemaakt. Dus ik ben heel benieuwd zelf ook naar haar verhaal. Dames en heren, Mariska Jansen. Even installeren. Ben ik zo goed te horen voor iedereen? Ik denk het wel. Ik ga uit van wel, anders zou ik het wel een seintje krijgen. Goedenavond en allereerst ook heel hartelijk dank voor de uitnodiging van niet alleen de lezing, maar ook het mee organiseren van heel de tentoonstelling, het schrijven van de teksten, et cetera. Wat ik met heel veel plezier heb gedaan. Ik vermoed dat ondertussen verwoed wordt gezocht naar mijn PowerPoint. dus ik hoor het graag wanneer die klaar staat. Maar ik zal vast gewoon een introductie geven van waar ik u meer over ga vertellen. Meneer Van Wil heeft natuurlijk echt mooi diep ingegaan op Jozef Israëls zelf. En leuke anekdotes gegeven over zijn leven en de reis die hij heeft gemaakt. En ik zal Israëls ook wat meer in de context van de 19e eeuw plaatsen. Dus wat gebeurde er in de 19e eeuw aan stijlen, waar Israëls onder andere bij aansluit. Maar ook, hoe zat dat dan eigenlijk met het profileren van Jozef Israëls als Joodse kunstenaar in de eind 19e, begin 20e eeuw, waar het antisemitisme ook zeker al aanwezig was. Ik krijg een seintje dat PowerPoint mooi klaar staat, dus dat is fijn. Ik heb niet zo mooi de prentjes van de dia's, dus ik gok er gewoon op waar we zijn. en dan beginnen we als het goed is met een kort overzicht van de leerschool van Israëls, waarbij de naam Jan Adam Kruseman helaas verkeerd gespeld staat. Excuses daarvoor. maar ik krijg het idee wel mee zo op deze manier. Zoals meneer Van Wil ook al kort vertelde, Jozef Israëls begon echt in Groningen met zijn opleiding aan de Academie Minerva. En ging vervolgens door naar Amsterdam, waar hij bij Jan Adam Kruseman in de leer ging. Waarna hij naar Parijs ging voor ongeveer 5 jaar. En daar onder andere te maken kreeg met Arie Scheffer, belangrijke Nederlandse kunstenaar uit de 19e eeuw. Die ook zeer internationaal bekend was in die tijd.
onder andere, maar natuurlijk ook heel veel andere kunstenaars, aangezien Parijs echt de culturele hoofdstad was van de 19e eeuw. Dan kunnen we denk ik wel mooi naar de volgende dia, waarbij we een beeld krijgen van Langsmoedigs graf van de Mijmering. Ja, excuus. de Mijmering inderdaad. Dat is natuurlijk het werk waarmee de tentoonstelling ook begint. De Mijmering is ook een werk wat in de eerste overzichtstentoonstelling van Jozef Israëls werd genoemd als kenmerkend voor zijn romantisch-academische periode. Dus zo de academische kunsten, neoclassicisme, dat is natuurlijk echt die strakke stijl met heldere kleuren, strakke lijnvoering, onder andere. En daartegenover die romantiek, waarbij we juist niet meer gaan idealiseren en ook schilders naar buiten gaan om studies te maken, om te gebruiken in hun werk. Wat natuurlijk heel later mooi aansluit ook bij Jozef Israëls. En in dat werk wordt dus vaak gezegd, goh, dat is wel typisch dat romantisch-academische, want daar zien we toch wel een mooie combinatie van die twee leerscholen en die twee invloeden die Jozef Israëls toen heeft gekend. En in het begin werkte Israëls ook zeker historische voorstellingen uit, wat kenmerkend is voor het neoclassicisme. De historie, schilderkunst, was toch de kunst die als de hoogste kunst werd gezien, of het hoogste genre om te schilderen. In tegenstelling tot de genrestukjes die we juist van Israëls kennen. De scènes in huis, de scènes aan het strand, et cetera. Die nog niet volledig altijd geaccepteerd waren. Aan de academie in ieder geval. Dan kunnen we verder naar het realisme. Ja. En het realisme, dat is echt de stijl waar we de werken van Jozef Israëls toe kunnen rekenen. Dat realisme, dat zien we voor het eerst in onderwerp echt terug in zijn werk Langsmoedig Schat, op de volgende dia te zien, de volgende dia. Die natuurlijk ook al door meneer Van Wil enigszins behandeld is. Die vaak wordt aangehaald als echt een breekpunt met die kunst van de academie, omdat we dan echt meer gaan richting het thema van het realisme. En dat is echt het weergeven van de laagste laag van de bevolking. Dus niet de rijke portretten, portretten van de bourgeoisie, et cetera. Niet terugkijken naar de historie, maar kijken naar de eigen tijd. En de harde werkelijkheid die natuurlijk voor mensen die op het platteland werkten, of vissers die zoveel door Israël zijn weergegeven, om dat thema te pakken, wat heel erg aansluit bij het realisme. Daar heb ik natuurlijk een paar voorbeelden van. Hoe zag dat realisme eruit? Dan mogen we naar de volgende dia, waarbij we een werk hebben van Gustave Courbet, de steenkappers. Bij uitstek een voorbeeld voor dat realisme, dat zich ontwikkelt rond 1850, waarbij je dus dat ook een aanklacht hebt eigenlijk over die arme laag van de bevolking en hoe slecht het er daaraan toe is. En wat Courbet heel mooi doet, is hij pakt dat onderwerp en hij beeldt het af, net als Israëls met zijn werk, op een enorm doek. U ziet de afmetingen erbij staan als het goed is. Die doeken die waren enorm groot. En dat waren eigenlijk groottes die in eerste instantie voorbehouden waren voor historische stukken, dus stukken met bijbelse taferelen of echt historische verhalen, mythologische scènes. Daarvoor werden echt die enorme doeken gebruikt. En zo'n alledaagse scène van de gewone mensen, dat was bijzonder om dat formaat te gebruiken voor zo'n simpele afbeelding, echt wel gesteld. Maar dat waren zeker niet de enige kunstenaars die dat deden. Want als we verder kijken, hebben we bijvoorbeeld ook Jean-François Millet met de Arendleesters, waarbij we ook weer echt die onderste laag van de bevolking zien, die na het rooien van het land nog het land op mogen om de laatste plukjes aren van het veld te mogen rapen en dat voor zichzelf te gebruiken. Dus dat zien we terug bij die realisten, echt
laten zien wat zij zelf zien en geen ideale weergave daarvan. Ik heb nog één voorbeeldje uit het buitenland. Rosa Bonheur, omdat ik haar gewoon zeker niet wil overslaan. Ook een zeer prachtig realist bij uitstek. Het weergeven wat we zelf zien en dat ook vaak op zo'n naturalistisch mogelijke manier. Dus het moet ook herkenbaar zijn. Wat nog wel eens het commentaar op kon leveren van dat zijn lelijke mensen die daar worden weergegeven. Dat was hoe de mensen eruit zagen, zonder idealisering. Dus dat bracht nog wel eens wat commentaar met zich mee, maar dat weerhield schilders zoals Israëls, Bonheur, et cetera, er niet van om die mensen ook echt af te beelden. Dan heb ik natuurlijk van Israëls ook nog één voorbeeld, als het goed is, met zijn werk. Welke? Oh, de Zandscheppers, ja. Het is lastig als je niet met de PowerPoint mee kan kijken. Dat is een nieuwe uitdaging. De zandschipper inderdaad. Gewoon om nog een keer te benadrukken. Kijk, dat arbeidersleven, dat werd echt door Israëls weergegeven. En met Israëls de realisten ook, die echt een internationale stroming was. Dan mogen we door naar de volgende, waarbij we gaan kijken naar de Haagse school. En Israëls wordt samen met Mesdag ook echt wel gezien als een van de grondleggers van de Haagse school. En de Haagse school, dat houdt eigenlijk in een kunstenaarsgroep die zich groepeerde in Raad het Den Haag. En daar ook bij Scheveningen. Dus zij gingen veel naar Scheveningen toe om daar op het strand te kijken naar wat zich daar afspeelde en dat af te beelden, weer te geven. En dat zien we bij Israëls ook heel mooi terug. Dat heb ik ook zo mooi gegroepeerd in de tentoonstelling. Dus zeker een aanrader om heen te gaan. Waarbij we dus ook gewoon weer die pure weergave zien van wat hij ziet op het strand. Dat zien we mooi in het volgende plaatje met kinderen aan het strand. Yes. Het scheepje wordt het ook wel genoemd. Waarbij ook zeker wel wordt gesteld van, goh, zien we daar ook niet enige symboliek nog in, dat die kinderen die met dat scheepje spelen, die in hun eigen armoedige kleren ook zijn afgebeeld, die daar, ja, duidelijk dus die armoede die wordt benadrukt, maar ook dat scheepje, wat natuurlijk kan verwijzen naar het vak dat zij eventueel later uit gaan voeren, of zeer waarschijnlijk uit gaan voeren, namelijk het vak van een schipper. En zo heeft hij ook één werk, die hebben wij helaas niet als gravure, maar daarin valt dus ook zo'n scheepje echt om in het water, waarbij dan echt de kindjes ook opmerken, of waarbij wordt geschreven dat de kindjes dan gezegd zouden hebben, zo is het vader ook vergaan. Dus die harde, harde realiteit, die wordt door Israëls altijd zeker nog blijft hij terugkomen. Het werk in uitvoering overigens is wel lekker zeer licht in uitvoering in vergelijking met weer andere thema's die hij weergeeft. Dus dan kunnen we door naar de volgende. Die was natuurlijk Hendrik Willem Mesdag, ja, die ik al benoemde, kunstenaar die ook tot die Haagse school behoorde. En ja, waarvan ik dan niet kan laten om ook van hem even een werk te laten zien. Dat we wel weten over welke kunstenaar we het dan hebben. En wat hij zoal maakte. Dan kunnen we gewoon mooi door naar de volgende dia. Yes. Maakt niet uit. De vrouw die uit het raam kijkt is een thema wat ze bij Israëls ook mooi vaak terug zien komen. En een mooie vergelijking die ik zelf in ieder geval had gelegd, is die mijmering eigenlijk in het begin, waarbij de vrouw ook een beetje voor zich uit zit te staren. En dan heeft hij verschillende vrouwen aan het venster, die op een heel andere manier eigenlijk zijn weergegeven, dat dan eerste. Maar natuurlijk ook met een heel andere idee in het achterhoofd, namelijk die vrouw die thuis blijft, terwijl haar man op zee ja, zijn werk moet gaan doen. En waarbij het altijd maar de vraag is of dat die man ook zeker thuis gaat komen. Dus wat Israëls heel veel heeft weergegeven, zijn echt die dames die, ja, verlangend eigenlijk aan het wachten zijn of bezorgd kijken juist. En met die vraag of dat die man inderdaad wel terugkeert.
Dan kunnen we denk ik mooi door naar de volgende dia. Yes. De Cottage Madonna, daar lopen we zo in de tentoonstelling ook nog even langs. Dus daar ga ik niet veel over verklappen. Alleen dat het ook weer mooi dat thema weergeeft van de vrouw die thuis blijft. In dit geval ook niet alleen, maar met haar kinderen. Wat nog een beetje extra benadrukt dat zij alleen achterblijft en voor het huishouden moet zorgen. Dan mag hij weer verder, voordat ik te veel ga verklappen. Dat duistere thema komt dus bij Israëls ook echt terug. En hij schroomt daar niet voor om dat op verschillende manieren af te beelden. We zagen al bij meneer Van Wil sterfbedscènes, die hij ook verschillende keren heeft afgebeeld. Maar daarnaast heeft hij ook een kleine serie eigenlijk van 4 werken gemaakt, waarin we precies zien dat een man van een vrouw dus inderdaad niet thuis komt. En dit zou dan het eerste werk daarvan zijn, Na de storm, waarbij dus het gezin thuis zit te wachten tot de vader / man weer terugkeert. En dat thema pakt hij verder en hij werkt het eigenlijk stap voor stap uit. En dan gaan we naar de volgende dia. En dan zien we de schipbreukeling. Dus de vrouwen zitten thuis te wachten. En in dit werk zien we dat de schipbreukeling, dus de man of vader in dit geval, van de zee naar huis wordt gedragen en dus helaas is overleden. En dit werk, zowel als het volgende werk, de dag voor het scheiden, die zijn door Israëls ook ingestuurd voor de Salon in Parijs. En als kunstenaar wilde je natuurlijk ook bekendheid, je wilde dat men jouw werk aankocht. Dus Israëls heeft heel veel van zijn werken ingestuurd voor verschillende tentoonstellingen door Europa heen. En ook verschillende werken dus naar de Salon in Parijs, die jaarlijks of tweejaarlijks werd georganiseerd. Waar een kunstenaar dus zijn of haar werk in kon sturen, waarna een jury bepaalde of dat het werk daar inderdaad mocht hangen. En vervolgens op die manier de kunstenaar daar bekend kon worden. En dan begrijp me niet verkeerd, die muren hingen bijzonder vol met kunstwerken. Hier hebben we alles heel netjes en mooi gegroepeerd en lekker wat ruimte ertussen gelaten. In de Salon in Parijs ging dat er iets anders aan toe. Daar ging het letterlijk van grond tot plafond helemaal vol. Maar met de juiste connecties kon je toch altijd wel zorgen dat jouw werk op ooghoogte kon hangen. Dat het toch enigszins opviel tussen de zee aan kunstwerken. Maar we waren bij de serie van De Dag voor het Scheiden, onder andere. Waarbij we dus op het vorige werk zagen dat de schipbreukeling naar huis werd gedragen. En bij dit werk zien we, als je in de achtergrond ook kijkt, een klein kaarsje branden. En daar zou je eigenlijk met je neus bovenop moeten staan, want dan zie je dus ook de doodskist waarin die man opgebaard ligt. En vooraan zien we dus zijn vrouw en kind die gescheiden gaan worden van de man en vader. En dat gebeurt in het volgende werk letterlijk, want daarin wordt de kist echt ook weggedragen uit het huis, waarbij die emotie nog een keer terugkomt en nog een keer te zien is. Laten we doorgaan naar de volgende. Want we eindigen gewoon op een iets lichtere noot dan schipbreukelingen en sterfbedscènes. We gaan kijken naar Jozef Israëls als Joodse kunstenaar. En dat is ook wat mij gevraagd werd toen ik hier de teksten schreef. Van, wil je daar ook een onderzoek bij doen naar het Joods zijn van Israëls? En dat ook in de context van het 19e, begin 20e eeuws Europa. Dat heb ik zeker gedaan. Het begin is gemaakt, laat ik het zo zeggen. Want daar is toch heel veel meer over te zeggen. En ik heb daar ook heel veel over gelezen, over Jozef Israëls als Joodse kunstenaar. Wat wil dat dan eigenlijk zeggen? Als we Jozef Israëls zelf
ja, laten spreken, om het zo te zeggen, via zijn eigen geschriften en interviews die over zijn gebleven, dan was hij geen Joodse kunstenaar, maar een Nederlandse kunstenaar ten eerste. En dat Joods zijn, daar kwam echt focus op, voornamelijk in de laatste 10 decennia van zijn leven. Wat gezien kan worden in samenhang met het opkomende nationalisme en daarbij ook het nog aanwezige antisemitisme. En dat nationalisme dat in de 19e eeuw steeds meer opkwam, het nationale trots op je eigen land, maar ook op je eigen cultuur. En dat Jodendom dat ook zichzelf op die manier wilde profileren, onder andere. En zocht dus naar trotse uitingen van Joodse grote namen in de Joodse kunst. En dan kom je toch al snel uit bij Jozef Israëls. Die dus zeker ook wel Joodse thema's heeft geschilderd. Dus kunnen we naar de volgende dia. Die we ook al hebben gezien. Hè? De Joodse wetschrijver, het Joodse bruiloft, de zoon van het oude volk, de lezende rabbi. Dus hij heeft zeker wel die thema's geschilderd. Maar dan komt natuurlijk ook altijd de vraag op, hè, wat maakt een Joodse kunstenaar dan een Joodse kunstenaar? Zoals Israël het zelf zei, wat is het verschil tussen een zee en een Joodse zee? Er is eigenlijk geen verschil. En er is ook zeker geprobeerd om tentoonstellingen, of er zijn tentoonstellingen gemaakt bij, met het bedoeling om Joodse kunst te laten zien. Dat liep zo ontzettend uiteen, want iedere kunstenaar maakt zijn of haar eigen kunst. En Joodse thema's werden ook door niet-Joodse kunstenaars weergegeven. Dus het is een heel interessant thema, waar ik dus zeker nog meer over zou willen leren en kunnen vertellen. Dus het begin is gemaakt dankzij deze tentoonstelling. En daar ga ik hopelijk nog verder mee. Laten we naar de volgende dia gaan, waarbij ik het niet kon laten om mijn eigen, een van mijn favoriete werken nog even te highlighten. De Joodse bruiloft. Gewoon een werk wat een heel lichte toon heeft en het meest intieme moment van de bruiloft toont. Namelijk echt dat moment dat de man de ring omschuift bij de vrouw. En zij staan samen onder het gebedskleed. En dat is echt een van de meest intieme momenten van de bruiloft. Dus dat vind ik altijd een mooi moment dat hij dat moment gekozen heeft om weer te geven. Terwijl een bruiloft natuurlijk toch wel enige tijd duurt. volgens mij was dat alweer mijn laatste dia. Dan zit ik denk ik ook nog mooi binnen de tijd. Dan wil ik wel eindigen met een citaat van Israëls. En dan ben ik blij dat het scherm gedraaid is, dat ik dat kan lezen. Wat het wezen is van de Joodse kunst, moeten schrijvers en kunstcritici maar bepalen. Wij schilders moeten werken en niet filosoferen. Zo Jozef Israëls, die dus duidelijk maakt dat het wezen van de Joodse kunst niet voorbehouden is aan hem om te bepalen. Dan dank ik u hartelijk. Oh, mijn microfoontje. Ja, ik zou er zo mee weglopen. Heel erg bedankt, Mariska. Ondertussen geef ik u in de chat even tijd om uw vragen te tikken. Met alvast de volgende mededelingen. Wij gaan zo eventjes op radiostilte. Dan gaan wij namelijk hier even ombouwen, zodat wij zo nog even digitaal met u door deze prachtige tentoonstelling kunnen gaan lopen. Maar dat vergt eventjes 2 tellen organisatie. Dus dan gaan we eventjes stil en dan doen we zo weer zo snel mogelijk herstellen. Ik ga even naar de zijkant lopen, zodat ik de vragen kan lezen die ik hier binnen krijg. Kan de weergave van de harde realiteit door de armoede van het gewone volk door Israëls gezien worden als anticapitalistisch? Dat vind ik een hele goede vraag.
Dat zou denk ik kunnen, maar ik denk dat we daar heel voorzichtig in moeten zijn met wat we daarover zeggen. Want we weten natuurlijk hoe Israël zelf daarover dacht toen hij de werken maakte. In ieder geval, ik weet dat niet. En daarbij denk ik ook dat we Israël echt moeten zien als iemand uit die stroming van het realisme en de Haagse school, die echt wilde weergeven wat hij zag. Dus gewoon echt de wereld wilde laten zien en afbeelden. Omdat hij ook wel enigszins onder de indruk was, juist van dat harde vissersleven na zijn eerste verblijf in Zandvoort. En daar dus ook steeds weer terugkeerde. Dus ik denk dat we met dat soort uitspraken heel voorzichtig moeten zijn. Je zou altijd kunnen zeggen van het kan. Maar bij Israël denk ik eerder dat we echt moeten kijken naar hem als kunstenaar van de weergave van de realiteit. Dat hopelijk beantwoordt dat de vraag ook een beetje. Volgens mij is het een hele lange vraag. Ik krijg hem nu mee. Van welke jaartallen was de laatste quote van Israël? Dat is een korte vraag. Die laatste die ik liet zien op de dia wordt dan denk ik bedoeld. Dat had ik er wel bij mogen zetten inderdaad, want dat moet ik zelf ook even heel diep nadenken. Ik kan wel zeggen dat dat begin 20e eeuw was uit een interview met hem. Ook vanuit een interviewer vanuit de stroming van het sionisme. Dus dat hij daar dat in gesteld heeft. Exact jaartal durf ik niet te zeggen, maar begin 20e eeuw. Dus dan zitten we ergens tussen 1900 en 1911. Er was nog een vraag in de chat, namelijk of juist door de salon en door de biennale, dat daardoor of ook zijn werk daardoor juist zo internationaal verspreid werd. Ja, dat denk ik zeker, want dat soort tentoonstellingen werden door kunstenaars echt gebruikt, onder andere om bekendheid te verkrijgen. Ook goede connecties met kunstcritici. Als een kunstcriticus een goed stuk over je schrijft, nou, dan sta je ook al wel wat hoger in aanzien. Dus daar had hij ook zeker goede connecties mee met sommige kunstcritici. Dus dat heeft zeker geholpen. En dat Israël waarschijnlijk ook met voorbedachte raden zijn werken echt ingestuurd voor die tentoonstellingen. Ja, absoluut. Super, heel erg bedankt. Ik kijk nog even 2 tellen mijn collega aan. Die schudt nee, dus dan kijk ik mijn andere collega aan. En dan gaan wij dus nu echt even 2 minuten, ik denk 2 minuutjes ongeveer op radio stilte om alles voor jullie om te bouwen. Dan zien we jullie graag zo terug. Bedankt voor het wachten. Snelle ombouw hier geweest om u mee te kunnen nemen alvast door de rondleiding. Of door de tentoonstelling, precies. Fysiek helaas nog niet mogelijk, maar zodra het kan zou ik zeker even langskomen. Chris en ik neem u graag mee. We zullen een paar werken uitlichten en we beginnen dan ook graag bij de gebroeders Cohen, de uitgever van de 50 prenten van Israëls. Zal ik u eerst het woord geven? En dan, dit is een prachtig voorbeeld wat hier ligt in de vitrine. Ik zei het al, er was voor die tentoonstelling een helemaal nieuw lettertype ontwikkeld en prachtige platen. Dit geeft, omdat het ook zo mooi doorlicht is, inzicht in op wat voor papier het werd gedrukt. Dus het geeft aan hoe ongelooflijk veel zorg is besteed aan die uitgaven. En het leuke is, het ligt hier in de vitrinekast die daar naast jou bij allerlei werken in zijn opgenomen die de uitgeverij in zijn Nijmeegse tijd heeft geproduceerd. En daar is dit dus echt onderdeel van. Het is als het ware terug bij het punt waar het allemaal is begonnen. Ja, precies. En ook nog mooi leuk om te benoemen is dat toen het prentenboek naar ons toe kwam, bezaten wij 49 prenten van de 50. Nummer 49 ontbrak namelijk in eerste instantie. Maar Marit, alle credit naar jou, want die heeft op een manier nog nummer 49 uit de vijver kunnen vissen. Nee, die heeft zij van
Jan Cohen, die wij zeer dankbaar zijn voor het mogelijk maken van het tentoonstellen van dit werk, de twee kameraden, de man en zijn oude hond, weergegeven. Waardoor dus echt alle 50 prenten hier te zien zijn. Dat brengt ons denk ik mooi naar het volgende punt. Ja. Dus wij kunnen gewoon lopen of... Ja, we volgen jullie. Oké, okay, wij worden gevolgd door de crew. Zo. Dat nog een stukje verder. Ja. Misschien even de camera erop zetten. Dan, Ja, als dat gaat, dat de camera ook deze werkers zien. Deze drie voornamelijk. Of één van de drie, dat mag ook. Kijk, we zijn weer stil en... ja, we hebben vooraf natuurlijk even gekeken welke werken zullen we gaan uitlichten. Want het zijn natuurlijk 50 prachtige werken. Maar het leek ons mooi om sowieso stil te staan bij deze drie werken van Jozef Israëls. Het zijn dus drie oorspronkelijk schilderijen waarin we boerengezinnen aan de maaltijd zien. En het leuke is dat... Eén werk hangt ook in het Van Gogh Museum, waar het boerengezin aan de maaltijd te zien is. En daarvan wordt ook wel gesteld dat Van Gogh dat zeker heeft geïnspireerd tot zijn eigen eters. Zelfs een van de werken van Israëls wordt ook de aardappeleters genoemd. Dat is dit werk. Ik weet niet of het zichtbaar is, maar dat is waar dus die titel gewoon letterlijk ook terugkomt. Dus dat is heel leuk om te zien hè, hoe die artistieke uitwisseling werkte in de 19e eeuw. Dat kunstenaars elkaar inspireerden, geïnspireerd werden. En op die manier ook Van Gogh door Jozef Israëls in dit geval. Ja, en dat is ook heel aardig. Nog met een verhaal daarover. Jozef Israëls en Isaac Israëls waren beide grote bewonderaars van Van Gogh. Van Gogh was een groot bewonderaar van Jozef. Ze hebben elkaar nooit ontmoet. Ja. Jozef en Isaac hebben heel veel contact gehad met de broer van Vincent in Parijs. Maar ze hebben hem ook daar nooit ontmoet. En er is een anekdote. Vincent van Gogh heeft ook in Den Haag gewoond en gewerkt. En dan kwam hij wel eens, ik liet dat plaatje zien van de stoep van het woonhuisatelier. Dan kwam hij een keer langs en hij wist, daar woont de door hem bewonderde Jozef Israëls. De deur stond open, maar hij durfde niet naar binnen. En het denk ik ontzettend jammer, want Jozef was altijd iemand die bekend stond dat hij collega's schilders, vooral jongere schilders, altijd heel erg heeft gestimuleerd. Dus ik denk dat, hadden ze ooit de kans gehad om elkaar wel te zien, dan had Jozef nog veel meer dan alleen maar die aardappeleters aan ondersteuning voor Vincent kunnen geven. Het aardige is dat er ook de andere kant op werkte, want Isaac was zeer onder de indruk van Van Gogh en heeft zijn zonnebloemen, een schilderij met zijn zonnebloemen een tijd lang in zijn atelier gehangen om als achtergrond te dienen voor portretten. Dus het is hier over twee generaties heen en weer tussen Israëls en Van Gogh een uitwisseling. Dan kunnen we een mooie Deze doe jij, hè? Ja. Nee, van de... Jij wordt van de samenhang. Tussen de... Oh ja. Kijk. Ja, als het lukt, zoveel mogelijk van de werken van de Haagse school mogen erop. Ik had ze net al mooi uitgelicht. Stapje naar achter. Kijk. Ja, want hier zien we heel mooi eigenlijk de weergave van Israëls van het strand van Scheveningen of Zandvoort, Katwijk, waar hij regelmatig naartoe ging om dat echte leven van vissers weer te geven. Interessant om te benoemen is dat wat we later zien in het impressionisme vooral en
ook bij Isaac Israels, dat zij ook de bourgeoisie echt op het strand gaan weergeven. Dus de badgasten die voor een weekend weg bijvoorbeeld naar het strand gaan of een week. Samen met ook die vissers en juist de armoedige groep aan mensen. Wat Jozef zelf wel nog doet, is echt die focus op die armere klasse. Dus echt de realiteit van de onderste laag van de bevolking. Waar bijvoorbeeld Isaac Israels ook een werk heeft gemaakt. Een ezelritje op het strand. Overigens een heel mooi werk. met die lekker lichte tonen van het impressionisme. En leuk is dan wel om op te merken dat de meeste werken die hij op het strand heeft gemaakt ook echt van die lichte toon zijn, zoals we zagen bij het scheepje, Kinderen der Zee. Wat ook mooi past bij de omgeving zelf natuurlijk. Ik weet niet of Chris daar nog aanvulling op heeft. Nou, dat vissersleven, dat was natuurlijk ook wel een tijdsperiode. Hè? Ja. Het was echt dat strandbezoek, dat toerisme, dat komt pas eigenlijk helemaal aan het einde van de 19e, begin 20e eeuw een beetje op. Jozef heeft natuurlijk vooral de tijd daarvoor, Isaac heeft vooral de tijd daarna gewerkt. Maar wat je hier ook aardig, en dat zie je in de tentoonstelling, moeten we misschien even de camera die kant op. Wat Jozef uit Parijs had meegenomen, wat de school van Barbizon deed, die ging dus op zoek naar de werkelijkheid, de natuur, de mensen in die natuur. En ze brachten ook die realiteit naar hun atelier. En ze bouwden bijvoorbeeld arme hutjes waar boeren in leefden in hun atelier na. Dat heeft Jozef ook gedaan. Die heeft in zijn atelier een visserskot. En hebben hier wat paraphernalia daarvan kunnen brengen. Zijn atelier had dus een visserskot. En daarin kon hij dus mensen plaatsen, modellen plaatsen om die stukken te schilderen. En dat was dus de werkelijkheid. Uit de werkelijkheid mee naar het atelier nemen. Ja, dan mag de camera worden gedraaid. Dus dan gaan we naar deze kant van de muur. Waarbij we een aantal van de vele interieurstukken geplaatst hebben die Israëls heeft geschilderd. Dus echt die zogeheten genre stukjes zou je het kunnen noemen. Welke ik dan graag uit wil lichten, die ik net even snel oversloeg. De Cottage Madonna, of moeder die kind voert. Het leuke daaraan is namelijk dat de naam Cottage Madonna, die is aan het werk toegevoegd in de Engelse kunsthandel. En zeiden al Israëls, veel van zijn werken in. Ik krijg echt internationale bekendheid. En in kunsthandel kan het natuurlijk wel eens helpen om een mooi naam bij beestje te leggen. Interpretatie natuurlijk niet zomaar uit de lucht komt vallen. In het originele werk zagen we het net al kort. De kleding die zij aan heeft, zij heeft een blauwe blouse aan. Je hoort mij niet meer. Druk ik misschien iets in. Mij nu wel weer. Kijk, perfect. Mooi. Ik weet niet wat we nog waar het mis ging precies, maar Cottage Madonna dus toegeschreven door de Engelse kunsthandel, of in de Engelse kunsthandel. Een benaming die niet volledig uit de lucht komt vallen, uiteraard. Daar is zeker wel gekeken naar wat er is weergegeven. Bij het origineel zagen we bijvoorbeeld dat de blouse die zij draagt is blauw geschilderd. Kleur die veelal wordt geassocieerd met de mantel van Maria, Madonna. Blauw, dat werd vaak gebruikt om de mantel van Maria weer te geven. Lapis lazuli was echt het kostbaarste verf die gebruikt kon worden. Dus dat was ook de meest passende verf om te gebruiken. En dus dat zou een verwijzing kunnen zijn naar dat gebruik. En daarnaast, heel opvallend, is, als u langskomt, zult u dat zeker zien, die rozenkrans die bovenin het werk te zien is, die natuurlijk ook kan verwijzen naar het religieuze aspect. Dus die naam die is daar aangegeven, onder andere door die aspecten.
En waarom ik dit werk ook graag nog wilde uitlichten, is dat het een heel mooi contrast is met de andere werken, in de zin dat het onderwerp is zeker hetzelfde als de werken daarboven, moeders met kinderen en nog vele andere werken die hier hangen. Maar bij de Cottage Madonna zien we een net wat scherper gebruik van lijn en kleur dan weer bij de andere werken zichtbaar is. Dus dat maakt het dat het er heel mooi uitspringt eigenlijk tussen die andere gravures in dit geval. Ja, ik denk dat we door kunnen. Ja, kijk. Kijk. Eerst daar ook stilstaan of eerst naar het scherm? Zullen we even beginnen? Ja. Deze drie, als het lukt, in ieder geval de Joodse wetsschrift. Dit waren dus de drie Joodse scènes en we hebben het al gehad over de Joodse wetschrijver. Inderdaad een beetje een Rembrandtesk met die lichtinval. Hè? En aan dit soort werken heeft hij ook die vergelijking natuurlijk zeker ook wel gehad. Zit het geluid goed? Komt hij dichterbij? Oké, okay, ja. Ja, okay. Misschien even een aardig verhaal, want dan moeten we de camera even laten zwenken naar de kast daar. En dat is even een moment, want daar zijn we een aantal dingen die te maken hebben ook met het Joodse. Maar ook het boek wat daar staat, dat is het boek van de Spanjereis. En waar de camera nu op zit, dat is het. Die Spanjereis die kwam voort uit, ik vertelde al dat in 1894 zijn vrouw overleden was. En beide kinderen, Mathilde en Isaac, waren op dat moment erg bezorgd over wat dat betekende voor Jozef. Want die was daar erg door aangeslagen. Wat Isaac deed, die wilde met vakantie naar Spanje. En die nodigde zijn vader uit om met hem en met Frans Erens mee op reis te gaan. Dat is een heel mooi verhaal geworden. Daar heeft Jozef een boek over geschreven. Ze gingen met z'n drie op vakantie. Voor Isaac was dat, voor Frans Erens ook. Die brachten veel tijd door in cafés. Jozef daarentegen was op zoek, zoals hij dat eigenlijk zijn hele leven deed, naar dingen om te schilderen. En in het boek staan een aantal tekeningen die hij later ook heeft uitgewerkt. Nog even terug nu naar de Joodse wetschrijver. Dat schilderij dat komt uit een ontmoeting van een uitstap vanuit Zuid-Spanje zijn ze overgestoken naar Marokko, naar Tanger. En Jozef ging daar gewoon ook weer op pad, liep door de buurt waar hij verbleef, zag op een gegeven moment een huis. Ik denk een huis met een binnenplaats, ging daar naar binnen. En moet iets gehoord hebben. Dacht dat daar is iemand, had een persoon gezien. Ging een trap op en hij beschrijft ook heel mooi. Dan ontmoette hij een oude man. En ja, met elkaar praten konden ze natuurlijk niet, want hij sprak geen Arabisch en geen Berbers. En de man sprak natuurlijk geen Nederlands. Maar ze kwamen erachter, ze konden elkaar met een aantal woorden in het Hebreeuws verstaan. En dat was deze man, die hij daar zag zitten. En dat associeerde hij, en dan is het de manier waarop hij aan zijn werken kwam. Hij associeerde dat met een wetschrijver. Of die man nou een wetschrijver was of niet. Die indruk maakte dat. Dat heeft hij daar getekend en dat heeft hij later uitgewerkt tot dit schilderij. En dat geeft denk ik een beetje de manier waarop hij werkte. Hij verzamelde indrukken en die compileerde hij tot één schilderij. In tegenstelling tot impressionisme, wat natuurlijk het werk van zijn, waar Isaac zijn zoon mee beroemd is geworden. Waar juist de ene indruk in één klap op een doek wordt gezet. Net de hele andere kant op. Daarmee ook dus die langzame manier van werken, die
doorwrochte manier, die eigenlijk dus heel kenmerkend is en blijft. Ook al worden de tinten luchtiger, wordt het werk toch toegankelijker voor ons vandaag de dag, vooral in deze zaak. Maar de Joodse wetschrijver, ja, dat is een imponerend werk, wat op deze manier dus ook verbonden is met die Spanje-reizen, met dat boek. Volgens mij verder, want ik kan er ja. veel meer aan toevoegen. Ja. Stap af, zeg ik. Want dan zijn we weer mooi terug bij het begin. Jozef Israëls en een portret van hem. Waarbij hij mooi zichzelf laat afbeelden als kunstenaar. Met palet en penselen nog in de hand. Kunstwerk op de achtergrond, de schilderij. Kunnen we nog meer kwijt? Ik denk. Ja, niet op de man. Nee, klopt. Dat is heel bijzonder, want dit is, we komen ook weer terug bij de uitgever. Want dit heeft Marit meegekregen van het bezoek aan de heer Cohen. Toen zij het materiaal wat we hier van de uitgeverij mochten hebben. En dit was een pareltje wat bij hem resulteerde. En wat we hier dus voor de tentoonstelling mogen hebben. En wat prachtig de entree is wanneer u hier hopelijk binnenkort naar binnen kunt. Ik denk dat we daarmee bij rond zijn ja. met onze zaken. Zeker. En we gaan nu terug naar de organisatoren. Yes. Hartelijk dank allebei voor deze fantastische avond. Het was ook voor ons organisatoren fantastisch om te zien, om dit tot leven te zien komen. En om de prachtige verhalen te horen over Jozef en over zijn familie. Maar ook om meer een betere inkijk te krijgen in het stukje kunst. En de verschillende kunststromingen die in die 19e eeuw hoogtij vierden en waarin Israëls eigenlijk zijn wereldbeeld aan ons vandaag, tentoon kan stellen via deze gravures. Dus ik vond het echt fantastisch. Daarom zou ik nog een speciaal woord van dank aan Chris willen geven. Chris, hartstikke bedankt dat wij hier vandaag deze tentoonstelling zo kunnen openen met jouw fantastische verhalen, met de prachtige gravures. En nogmaals, duizendmaal dank hiervoor. We hebben een kleine geitje. Een heerlijke fles wijn van Arends met bijpassende chocolade. En jullie ontzettend bedankt, want het is genot om te zien hoe jullie aan de haal zijn gegaan. Dus voor het oog. Ja, dankjewel. En wil ik ook heel graag Mariska bedanken voor al jouw harde werk, voor het fantastische onderzoek dat je gedaan hebt. En ook niet in de 6 maanden tijd, maar gewoon echt wat waren het, 6 weken? Nog niet eens. Dus dat was dat is een reuze klus geweest, daarbij ook nog gewerkt. Dus echt ook duizendmaal dank naar jou toe, want ook zonder jou hadden we dit niet kunnen doen. Ook voor jou hebben we een lekkere fles wijn met bijbehorende chocola. En dan zou ik graag nog een derde persoon willen bedanken. En die staat hier naast mij. Want zonder Marit was dit echt helemaal niet gelukt. Echt waar. Je hebt de afgelopen dagen, weken zo hard gewerkt. En niet een paar uur, maar hele dagen. De hele grafische vormgeving is door Marit gedaan. De hele, gewoon alles. En daarom heb ik voor jou ook wat meegenomen. Alsjeblieft. Voor de mensen die mij kennen, ik hecht heel veel waarde aan planten. Vooral om het feit dat je ze moet verzorgen en dat ze dus ook daarbij een tijdje blijven staan.
Dus heb je een klein aandenken aan, nou ja, de dank die wij voor jou hebben voor alles wat je hebt gedaan. Dankjewel. Goed zo. En ook Milou heeft gewoon super hard gewerkt. De laatste paar dagen heeft ze ook ontzettend hard nog alle teksten in Engels lopen vertalen. Dus ik heb niks voor jou meegenomen, maar ik weet dat ik heel veel dank voor je heb. En voor alles wat je hiervoor hebt gedaan. Ik wil ook de mensen thuis heel erg bedanken voor het bijwonen van deze speciale KKN-lezing en speciale opening van de nieuwe Israëls tentoonstelling. Dus hartelijk bedankt dat u hier was. We hopen u snel hier weer echt te kunnen zien, echt te kunnen ontvangen en dat u zelf van deze prachtige fotografuren kan gaan genieten. Ik wens u nog een hele fijne avond en hopelijk tot ziens. Dank u wel.